Nando, ben je nou klaar met douchen? Zeg, je die verwarming aan. Ja. Ma, hebben die wifi nou alweer uitgezet? Tja, dat krijg je als er een compleet gezin meedoet met de Energy Battle. Kleine irritaties van pubers. Zo'n Nando baalt ervan. Ja, ja. Het is allemaal maar een gedoe. En hij heeft zelfs nog een apparaatje aangeschaft in zijn kamer voor wifi-versterker. En hij gaat de deur uit en ik loop gelijk naar boven om mij te zetten. En dan zie ik hem aankomen s'avonds van zijn werk. En dan zet ik hem maar weer aan. Want anders dan krijg je dat riedeltje weer van mijn wifi is uit. Ja. Gelukkig is er ook nog Lotte. En die is wel bloedfanatiek. Mam, waarom staat de meter van de wattjes zo hoog? Die is misschien door de leeftijd, maar die vindt het ook wel leuk. Ze heeft nog geen idee waar het verder echt om draait. Maar toch, zij is er wel de fanatiekste die er in huis is, ja. Maar je kunt het natuurlijk ook overdrijven. Doe het lichtjes aan, ik zie niks meer. Zoon Diego vertrekt naar sportsart. En van Suzanne krijgt hij strenge instructies mee. Dus als jij nu gaat sporten, licht uitlaten. Licht uitlaten. En een goede zoon helpt zijn moeder natuurlijk een handje. Ze zien mij in de strijd van we willen eerst te worden. En dat ze toch mij niet teleur willen stellen. Ja. Energie besparen is leuk, maar aan het eind van de maand wat geld overhouden is helemaal mooi meegenomen. Als er een euro op straat ligt, dan raap je hem ook op. En een euro kan je maar één keer uitgeven. Dus als je een klein beetje oplet, dan is het toch wel de moeite waard. Want je kan een weekendje extra weer op vakantie. En dat is toch wel iets wat de meeste mensen graag willen.